Ik ben Inda Mei, ik ben van Nederland. Ik ben Liu Hong, ik leer Nederlands. Yinda en Liu zijn niet de enige Chinezen die een taalkursus volgen. Ruim 100 leergierige Chinezen melden zich dit jaar aan. Vorig jaar zijn we tussen 40 en 45 cursisten gestart. En nu meer dan 200. En het heeft allemaal te maken, men vindt het gezellig, men vindt het leuk. En het wordt via mond-tot-mond reclame onderling gemaakt. Van ga daar, want de taal kan je daar zo gratis leren. Gezelligheid is natuurlijk niet de voornaamste reden om het Nederlands te leren. At least I need to communicate with my neighborhood in Dutch. And I want to go to the supermarket or anywhere. And I can read the mark and I can understand what the product is and what's the function of them. I really need to speak Dutch. Ik woon in Nederland. Ik moet Nederlands leren. Ik wil spreken goed Nederlands. Het zijn niet alleen jonge Chinezen die de taal willen leren. Als één meneer aan de rechterkant van mij, die zit in de klas. Die man is boven de 60, maar die is een talenknobbel. Die heeft echt waar. Die vindt het heerlijk om de Nederlandse taal te spreken en te schrijven. Ik had dit niet verwacht. Ik had gedacht alleen maar jonge Chinezen. Maar er zijn ook natuurlijk heel wat oudere Chinezen die de taallessen gewoon volgen dan. Als de cursus is afgerond, moet je natuurlijk nog wel alles onthouden. Wel veel geleerd, maar voor mijzelf het niet zo goed onthouden. Nou, dat beter dan vroeger. Nu maar hopen dat de huidige cursisten een beter geheugen hebben. Yinda en Liu oefenen nog even verder. En tot ziens en een fijne dag. Tot ziens. Dag.